Het idee van deze theatrale drive-thru, coronaproof, is van Caravaan. Ik werd gebeld door Ilse en die zei, zou jij dat willen regisseren? En ik heb meteen gezegd, ja. Ik wist nog helemaal niet wat ze gingen doen, waar het over ging. Maar ik was zo enthousiast voor het vormprincipe alleen al, dat ik dacht, dit wil ik. En dan lig je wakker en denk je, maar waar moet het over gaan natuurlijk? Want de vorm is niks in het theater. Dat is ook het bijzondere aan het theater. Dat het niet alleen maar een showtje is, maar dat je toch het echt wilt hebben over dingen, ja, die mensen aan het hart gaan. Ik heb eigenlijk iets voorbereid voor deze vijf acteurs, die allemaal ook zelfstandige makers zijn. En in samenwerking met hun maken we vijf korte scènes. Monodrama's, monocomedies. Het is geen komedie, maar je kunt er wel om grinniken soms. Dus ik wilde ook graag iets maken met een lichte toets, maar wel met inhoud. En eigenlijk leggen we de loep op de ziel, op de binnenkant van deze mensen die vastgelopen zijn. Die de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt. Die geparkeerd zijn. Die zichzelf geparkeerd hebben omdat het niet anders kon. En hoe kom je dan weer vooruit? Dus eigenlijk is de vraag, waar rijd je op in het leven als je tot stilstand bent gekomen? En dat is een vraag waar je altijd mee zit als mens. En in het coronatijdperk extra. Eigenlijk krijg je dus geen lineair verhaal, een anekdote zoals je in een speelfilm hebt van we gaan van A naar B. Je krijgt zijnstoestanden te zien van vijf mensen die proberen ergens te ontdekken wat hun brandstof is, waar zij voor op gaan rijden. En zij met vijf vormen een mozaïek en ik maak een vlechtwerk eigenlijk. Wiebe Goting, die de muziek maakt, die is daar ook een grote steun bij, omdat in de compositie het één werk wordt. Ik ontwerp ook zelf de kostuums, dus ik zorg ook dat de personages zoals ze vormgegeven zijn aan de buitenkant, dat wat ze dragen, hoe hun haar zit, bepaal ik mede met de acteurs. Een weefsel eigenlijk, waarin al die elementen samenkomen en het toch een geheel wordt. Maar het blijft dat het vijf losse karakterschetsen zijn van mensen.